De vergelijking van een beeld van Nelson Mandela met Zwarte Piet kreeg voor betrokken GroenLinks-politicus Iman Lewin nog een vervelend staartje. Want niet alleen het beeld, maar ook hij zelf is inmiddels tot de grond toe afgebrand. Het was een, een prachtige pop met wit haar. Ik bedoel, het is bijna uh, pervers om daar een Zwarte Piet in te zien. Het was Nelson Mandela en het was een geweldig. Uh, Geweldig feest. Een uh, gekozen volksvertegenwoordiger staat de pers te woord en wordt als gevolg daarvan uh, door het opperbevel uh, de mond gesnoerd. Dan is er wel wat aan de hand. Hey, ik was er gewoon niet gelukkig mee omdat ik, ik die associatie er niet bij had. En ik dat ook niet heel handig vind omdat dan uh, op... Ik vond eigenlijk dat, dat, dat daarmee de aandacht voor de opening van het Nelson Mandela Park, wat een heugelijk moment voor Amsterdam is, eigenlijk een beetje werd verminderd. Dat is Nelson Mandela. Maar dat is natuurlijk best wel moeilijk voor kinderen om dat helemaal exact zo te maken. De kinderen kennen Nelson Mandela allemaal hoor. En het, het karikatuur heeft wel rode lippen. Dat is gewoon zwarte piet. Ik was wel verbaasd, uh, want ik herken me daar niet in. En uh, was dus niet heel gelukkig met uh, uh, hoe het is gegaan. En hij draagt iets uit als, als GroenLinks man wat helemaal niet GroenLinks standpunt is, neem ik aan. Nou, het was niet het standpunt van GroenLinks Amsterdam, nee. Ik plaats het in de context van de afgelopen jaren, decennia... Waar wij, waarbij wij op een hele treiterende... Uh, speelse manier, maar wel met de achtergrond van uh, racisme en discriminatie, dit wordt neergezet. Hij is toch een beetje aan banden gelegd? Nou nee hoor, we hebben afgesproken dat uh, uh, we in het vervolg gaan kijken hoe Iwan Lewin, uh, als hij op gevoelige kwesties naar buiten treedt, of hij dat goed wil afstemmen. Voelde hij zich niet gediscrimineerd toen u dat afsprak? Ik voel mij nooit gediscrimineerd. Hij ook niet? <laughs> dat, dat is natuurlijk toch aan banden. Dat moet u aan hem vragen.